Een goede morgen, beste deelnemers van dit webinar. Even kijken, ik ga meteen eventjes dit scherm proberen te verwijderen, te stoppen met sharen. En dan ga ik dit delen, zodat er in ieder geval ook beeld, en beeld is. Even kijken, ik ga eens, dan de vervolgende stap is dat ik naar de participants ga. En dan wil ik even, ik zie dat een aantal mensen aanwezig zijn. Arend is er, Gerald is er, Gerard is er. Gerda en Hans en Henk en Jan en John en Martin en Riske, Roel, Ruud is er ook aanwezig. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Zou iemand eventjes in de chat willen aangeven of ik op dit moment ook goed te verstaan ben? Even kijken, daar ga ik meteen ook zelf even naar de chat. Zeg ik ja, Hans zegt dat. Even kijken. Aren zegt hallo Minko, luid en duidelijk, dankjewel Aren. Hans zegt ook goedemiddag allemaal en Roel zegt het ook, prima geluid, zegt Hans. Gerard zegt goed te verstaan, dat zegt Rien ook en Marja is ook, leuk dat je er ook bent. En Martin is er ook, die zegt ja hoor, prima te verstaan. En Gerard zegt goedemiddag allemaal, prima beeld en geluid. Nou, dan hebben we dat in ieder geval gehad en Sido is er ook bij. Van harte welkom, hallo allemaal zegt hij en John zegt dat ook. To the host en panelist. Nou, jullie zeggen, sommigen die gaan in de chat naar to host en panelist. Maar ik zou je willen vragen of je als je in de chat reageert, om dat naar to everyone doet. Want dan ziet iedereen die ook aanwezig is ook de vragen en antwoorden. Ik zal het zelf eventjes welkom allen in de chat zetten. Dan moet ik mezelf ook even veranderen naar to everyone, uiteraard. Want anders dan zeg ik wel iets, maar dan doe ik het zelf niet. Ja, en John zegt inderdaad oké, okay, dan inderdaad to everyone, dan ziet iedereen dat ook. Nou, ik ben goed te verstaan, ik heb beeld en geluid. Nou, jullie zien de AX. Nou, we gaan een klein beetje naar beneden toe. Nou, jullie zien eigenlijk de future. Ik zal eventjes de AX op beeld toveren. Ja, het is een beetje kwakkelen de laatste tijd, hè? De afgelopen 3 maanden eigenlijk zelfs. Zo'n beetje in november vorig jaar, moet ik dan eigenlijk nu zeggen. Hè, dat stonden we op het hoogste punt 8,27. En ja, met een stand van 7,57 zijn we toch wel zo'n 70 punten kwijtgeraakt. Dus het is lastig op de AX om te handelen. Je ziet dat het soms ook nog wel een keer goed gaat. Hè. Hier zie je bijvoorbeeld dat Unilever het vandaag goed doet. Bijna 2% in de plus. Maar ja, we zien ook dat grootheden het dan het lastig hebben. Hè. We zien dat ASML 1,6% in de min gaat, Koninklijke Olie 0,4%, Adyen 0,35%, springt het net op. Ja, dan zie je ook dat als die grootheden, de zwaarwegende aandelen in de AEX-index het lastig hebben, dan zie je ook dat de AEX het lastig heeft. Maar die heeft het natuurlijk eigenlijk de laatste 3 maanden al lastig. Want ja, we zijn wat aan het steggelen, we komen niet vooruit. Als ik dan de 1-jaar-cyclus erbij pak, hè, dan zeg ik, nou, dan staan we natuurlijk uiteindelijk nog wel hoger, maar als ik dan zie op welk punt we nu zijn, dan zijn we eind juli, stonden we ook op dit niveau. Van dat moment zijn we een stuk hoger gegaan en gebounced op die. Hè, dus als je het over technische analyse hebt, hè, dan heeft hij hier een hele mooie steunniveau geraakt. En vanaf dat moment opgeveerd naar dat niveau van 8,27 waar ik het over had. Maar ja, vanaf dat moment is het in wezen kommer denk ik wel. Zijn we in wezen door deze steun ook heen gezakt. Hangen we daar nu een beetje op? Dus ja, de grote vraag is natuurlijk, wat heeft de AEX voor ons nog in petto? Nou, we gaan het vandaag in ieder geval niet over de AEX hebben. Ik ga meteen ook stoppen met sharen. Dit is in wezen maar het introotje om even ook te kijken of ik goed te verstaan ben. En dat er beeld en geluid is. Even kijken. Ik hoef niet meteen alle geheimen prijs te geven, want ik wil vanaf de eerste dia gaan starten. Dan ga ik even ook nog de chat erbij zetten. Kijken of mij dat lukt. En want met Zoom is dat eigenlijk altijd eventjes een zoekelarij. Even kijken, ik heb de chat hier staan. Even 2 huishoudelijke mededelingen. Het is 12 uur, dus nou eigenlijk 1 minuut over 12. Dus we zijn redelijk aan de tijd. Ik ga het vandaag met jullie hebben over de basiswerking van opties. Dus we hebben het over een call optie, we hebben het over een put optie en wat daar de werking van is. A, ga ik met je doornemen hoe dat in de praktijk werkt, dus in de
ja, gewone samenleving, zo zou ik het eigenlijk maar zeggen. Maar ook hoe dat natuurlijk zijn uitwerking heeft op de beurs. Daar wil ik je vandaag over meenemen in deze reis. We gaan het dus niet hebben over hele ingewikkelde optieconstructies. Want we gaan het echt nu puur hebben over de basis. Claire is er ook. Leuk dat je erbij bent, Claire. Goedemiddag allemaal, zegt ze. Nou, of allen, zeg je eigenlijk. Ook jij, van harte welkom, Claire, bij deze sessie. Ik wil eens gaan aftrappen met de vraag wie er op dit moment opties in zijn of haar beleggingsportefeuille heeft. Zou je eventjes naar de chat willen gaan en dan inderdaad naar To Everyone willen zeggen of je dat wel of niet hebt. Rinske is er ook. Goedemiddag allemaal. Sido zegt ik niet. Ik wil eerst eens weten wat het is. Nou, dat is het allerbelangrijkste, Sido. Dus fijn dat je ook vandaag aanwezig bent. John zegt nee. Hans zegt ja. Claire zegt ja, dat klopt inderdaad, Claire. Hè, je bent ook klant van ons. Wim zegt eigenlijk het juiste antwoord. Nee, nog niet. Hè? Dus dan heel goed dat je dan vandaag aanwezig bent. Rien zegt geen opties, maar ik wil wel. Prima. Bert zegt het ook. Natasja en Roel niet meer. Oh, dan zal er misschien iets gebeurd zijn dat het, waardoor je daar een bepaalde aversie van gekregen hebt, Roel. Maar daar ga ik je proberen vandaag enthousiast over te maken. Om dan dat toch weer op te leggen. Nou, Arend die zegt ja zeker, uiteraard Arend, ook een goede klant van ons. Marten zegt nog niet, dat is inderdaad ook het verhaal. Rinske zegt op dit moment niet. Maya zegt maandag. Ja, maandag ga ik starten met een 100% optie challenge. En Maya heeft zich daar ook voor ingeschreven om 100% rendement te maken. Dus dat gaat inderdaad gebeuren, maar we gaan het vandaag over de basis hebben, Maya. Jos zegt, ja, opties geschreven op mijn aandelen. Ja, dat is ook een hele leuke. Daar ga ik het op het eind van de presentatie nog op terugkomen. Jos. Gerard zegt, nee, voel me nog niet zo vertrouwd met opties. Nou, dan is het dus inderdaad heel goed, Gerard, dat je jezelf eigenlijk een stukje kennis gaat toevertrouwen. Onder andere op dit webinar, door dit webinar mee te volgen. Maar ook op de website van Harm van Wijk op mijnpubbeleger.com. Om daar vragen te stellen en gebruik te maken van de kennis die daar is. En Jos zegt, ik zei ja. En Steven zegt nog niet, ik ga ermee beginnen, zegt Jan. En Roel zegt, nee hoor, winst gepakt. Jij zei inderdaad niet meer. Ja, winst pakken is altijd een goed iets, Roel. Dus de meeste mensen die stoppen met opties, die stoppen omdat ze een hele slechte ervaring gehad hebben. Maar jij bent ermee gestopt omdat je de winst hebt gepakt. Hele goeie. Zo moet het ook. Hè? We zijn natuurlijk op de beurs aanwezig om winsten te genereren. Dus dat is een hele goede zaak. En Gerard zegt inderdaad nog niet. En Adrie zegt ook nog niet. Hans zegt inderdaad ja, ook een klant van ons. Humphrey zegt ik nog niet. En Gerard zegt ook nee, nog niet. Nou, als ik daar een kleine samenvatting van mag geven, dat betekent dat er best wel wat mensen zijn die opties op dit moment al in zijn of haar beleggingsportefeuille hebben, maar ook nog een aantal mensen niet. En voor beide mensen wil ik vandaag een stuk uitleg gaan geven over de basiswerking van opties en hoe je die kan inzetten in je eigen beleggingsportefeuille. Een kleine introductie van mezelf. Mijn naam is Minko Zweep. Ik ben niet alleen geboren en getogen in Tilburg, maar heb daar ook gestudeerd aan de Katholieke Universiteit. Brabant heette dat destijds nog. Op een gegeven moment is die naam omgevormd naar de University van Tilburg. De Universiteit van Tilburg, zo was het. En ze zijn daar ook internationaal gegaan. Dus inmiddels heet die club de Tilburg University. In ieder geval dus in Tilburg gesitueerd. En na mijn studie ben ik bij Sagittarius Belegging gaan werken en vermogensbeheerder in Maastricht. Ik ben daar in wezen echt in aanraking gekomen met het beleggingsinstrument opties. En daar dermate enthousiast over geworden dat ik in 2010 de website www.optiesbeleggen.nl ben gestart. En die website doet niets meer en minder dan het beleggen met opties. Alle transacties die ik doe, die zet ik daar op. En zo kun je mijn track record zien vanaf 2010. En een track record voor de mensen die het niet weten. Dat is in wezen een beleggingshistorie. Dus alle transacties bij elkaar opgeteld en afgetrokken. Wat zijn dan de rendementen die je in het verleden gemaakt hebt? Hè? Dus vanaf 2010 is dat te zien. Ik ben ongeveer in 2015 of in 2016 ben ik Harold van Wijk tegengekomen. En die heeft mij toen gevraagd om op zijn website, die heette toen nog de slimste belegger, maar ook die de website heeft een andere naam gekregen, beleggen.com of mijn.beleggen.com. Heeft hij gevraagd of alle transacties die ik doe ook bij hem op de website plaats. En daarnaast ook allerlei andere commentaren of dingen die mij opvallen op de beurs. Daar ook wil op plaatsen. Nou, dat doe ik ook.
Dus vanaf 2017 is mijn track record, mijn beleggingshistorie ook te zien op de website van Harold op mijnpubbeleggen.com. Nou, wat doe ik in wezen? Ik had je verteld dat ik geen ingewikkelde dingen ga doen, maar ik verkoop call en put opties op de AEX-index. Op het moment dat je dat in de optieland terecht bent gekomen, dan is het verkopen is hetzelfde als schrijven. Hè? Je kent misschien de beurswijsheid. Wie schrijft, die blijft. Dus ik schrijf call en put optie op de AEX-index. En op het moment dat je de call en put optie op de AEX-index hebt verkocht, dan heb je te maken met een short strangle. Dus mijn expertisegebied is het innemen van short strangles op de AEX. Maar ik zal je, we gaan het niet moeilijker maken dan het is. We gaan het vandaag hebben over de werking van call en put optie. En dat je een call optie kunt kopen en verkopen. Een put optie kunt kopen en verkopen. En wanneer, hoe dat nou precies zijn uitwerking heeft. En wanneer je dat precies doet. Daar wil ik je het aankomende uur mee gaan verblijden. zou ik eigenlijk willen zeggen. Goed, ik heb dus gezegd dat ik beleg heel erg veel met opties. En mijn stelling is ook dat opties thuis behoren te hebben in iedere plek. Dus ik heb hier gezien dat een aantal mensen dat al wel hebben, maar ook een aantal mensen nog niet of zelf nee zeggen. Pertinent nee zeggen. Nou, ik wil je vandaag ook gaan overtuigen dat ook opties bij jou in jouw beleggingsportefeuille thuis behoren te hebben, plek behoren. Ik heb daar een aantal redenen voor. Een van de belangrijkste redenen dat je met opties kunt werken is dat daar een hefboomwerking in zit. Je kunt nu eenmaal wat sneller geld verdienen door het inzetten van opties dan dat je met andere beleggingsproducten aan de gang gaat. Nou denken heel veel mensen dat opties een heel offensief instrument zijn. Nou, zo kunnen opties ook daadwerkelijk gebruikt worden. Maar mensen vergeten heel vaak dat opties ook defensief ingezet kunnen worden. En met name het feit dat er werd net gezegd dat opties geschreven worden op aandelen. Nou, daar kan ook een stukje defensiviteit in zitten. En wat we de afgelopen 3 maanden dus gezien hebben, dat we van 8,27 toch wel een puntje of 60, 70 naar beneden toe gegaan zijn. Nou, ook dan kun je ervoor zorgen dat door opties in te zetten, dat je de winst die je behaald hebt op je aandelenportefeuille bijvoorbeeld, dat die niet als sneeuw voor de zon verdwijnt, maar dat je de defensieve werking van opties gaat benutten. Ook daar ga ik je vandaag iets over vertellen. Een van mijn favoriete stellingen is, een klein beetje Johan Cruijff, je hoeft niet altijd gelijk te hebben om gelijk te krijgen en dus geld te verdienen op de beurs. Nou, het feit dat als je met opties werkt, dan kun je zelfs, ondanks dat jouw visie verkeerd is, je denkt dat iets omhoog gaat en het gaat omlaag of het blijft gelijk, of net andersom, je denkt dat iets omlaag gaat en het blijft gelijk of het gaat omhoog. Ondanks dat je dus eigenlijk verkeerd zit, dan kun je toch geld verdienen. En met allerlei andere beleggingsinstrumenten is dat niet het geval. Op het moment dat je nu een aandeel aan gaat schaffen, en dat koop je aan een bepaald bedrag en de koers gaat vervolgens naar beneden toe. Dan heb je dus geen gelijk gekregen, maar dan ben je ook meteen ook geld aan het verliezen, maak je verlies. Maar met opties is dat niet het geval. Dus je kunt daar, ondanks dat je verkeerd zit, kun je dan toch geld verdienen. Opties zijn wel echt mijn ding, zijn ook mijn ding geworden. Dus ik raad aan om niet zomaar rücksichtloos, zomaar met opties te gaan handelen, te gaan kopen of verkopen. Maar probeer bijvoorbeeld dit soort webinars eens mee te volgen. Kijk eens naar de website van Harm van Wijk. Hoe je daar vragen kunt stellen aan mensen die veel met opties gehandeld hebben. Ik zeg altijd, Google is geduldig. Hè? Dus daar kun je ook heel erg veel op vinden. Alles wat met call en put opties te maken heeft. Allerlei optiecombinaties en strategieën. Probeer daar ook kennis van zaken op te doen. Voordat je daarmee gaat werken. Nou, mensen die de Training Navigator van Harm van Wijk aangeschaft hebben, die kunnen ook gebruik maken van zogenaamde coachuren. En ook dat kun je dan op een gegeven moment via dat medium Calendly een afspraak maken, of een keer een kwartier of een half uur inboeken, om bijvoorbeeld met mij eens een keer te praten over opties. Maar ook met andere experts kun je dan praten. Hè? Bijvoorbeeld als het gaat over crypto of olie of dat soort dingen. Dat is allemaal beschikbaar via de website van Harm. En als je de Training Navigator hebt aangeschaft. Goed, we gaan het dus vandaag hebben over de basisbeginselen van opties en de inzetbaarheid ervan. Nou, in wezen heb je maar 2 mogelijkheden. De allerflauwste grapje wat ik kan verzinnen. In optieland heb je maar 2 mogelijkheden. In optieland heb je maar 2 opties. Je hebt te maken met een call optie of je hebt te maken met een put optie. En ik heb niet voor niets hier een tegenovergestelde pijl ingezet. Want de call optie die werkt precies tegenovergesteld ten opzichte van de werking van een put optie. Nou, wat is dan een call-optie? Een call-optie is het recht om een bepaalde onderliggende waarde, en dat kan bijvoorbeeld een aandeel zijn, te mogen kopen tegen een bepaalde prijs en binnen een bepaalde termijn. En je ziet dat ik hier een aantal
woorden vet gedrukt heb. Hè? Dus call-optie is dus het recht om een onderliggende waarde. Dat zou dus inderdaad een aandeel kunnen zijn, maar dat kan ook een index zijn. Maakt even niet uit. Dus waar hebben we het dan precies over, die onderliggende waarde? Dat je die onderliggende waarde, bijvoorbeeld het aandeel, mag kopen tegen een bepaalde prijs. Die wordt dus gedefinieerd en ook binnen een bepaalde termijn. Dus er zit een bepaalde houdbaarheidsdatum aan, aan elke optie. Nou, als een call-optie het recht is om een bepaalde onderliggende waarde te mogen kopen tegen een bepaalde prijs binnen een bepaalde termijn, dan is een put-optie het recht om die onderliggende waarde te mogen verkopen tegen een bepaalde prijs en binnen een bepaalde termijn. En daar wil ik je tussen de call- en put-optie, daar wil ik je vandaag iets meer over gaan vertellen. Nou, bij opties hoort dus altijd een bepaalde onderliggende waarde. Waar hebben we het nu precies over? Hebben we het over de AEX-index? Hebben we het over een huis? Hebben we het over een doos wijn? Hebben we het over een aandeel? Koninklijke Olie, IEG, Unilever, whatever. Dus het wordt bepaald waar je het over hebt. Je hebt het altijd de prijs, hè, die wordt gedefinieerd, en die termijn. Want bij opties hoort eigenlijk iets heel belangrijks. Daar hoort een bepaalde houdbaarheidsdatum tot wanneer die optie geldig is, tot wanneer die optie houdbaar is. En na die optie loopt die, na die termijn loopt die optie dus af. Nou, in het Engels is dat de expiry date, hè, expireert dan. En die expiratiedatum, dat is de specifieke dag, oftewel of het specifieke tijdstip, wanneer die opties aflopen. Nou, op het moment dat je in optieland terecht bent gekomen en je ziet een optie staan met een looptijd van september 2022, dan is het altijd zo dat de houdbaarheidsdatum de derde vrijdag van die maand is. Dus heb je het over september 2022, dan is de expiratiedatum de derde vrijdag van september 2022. En hetzelfde geldt natuurlijk op het moment dat je een optie ziet staan met een looptijd van december 2023, dan is het ook altijd de derde vrijdag van die maand, de derde vrijdag van december 2023, waarop die opties aflopen. Bij opties is nog één ander ding belangrijk. Er is een verschil als je het over optie-expiratie hebt, hoe dat gaat met Nederlandse aandelen en met indexopties, hè, met indices. Nou, in het kader van dit webinar vind ik het even te ver gaan om daar verder op in te gaan. Hè. Er zijn ook wat specifieke kenmerken die daarmee te maken hebben. Maar ik wil het in eerste instantie eventjes over de grote lijn hebben, hoe opties werken. Dus ik laat dit verschil eventjes achterwege. Ik heb hier een kwadrant gemaakt en ik ga hier even in het linkerboven kwadrant staan, het kopen van een call-optie. En wat je dan doet, dus op het moment dat je een call-optie gaat kopen, dan moet je daar uiteraard een bepaalde premie voor betalen. Hè? Die heb ik hier links staan. En op het moment dat je die call-optie gekocht hebt, dan krijg je dus bepaalde rechten. Zoals ik al gezegd heb, als jij een call-optie koopt, dan krijg je het recht om bijvoorbeeld een bepaald aandeel te mogen kopen tegen een bepaalde prijs en binnen een bepaalde termijn. Nou, op het moment dat jij als koper van die call-optie die call gekocht hebt, dan koop jij die van de verkoper. En ik ga hier een klein beetje schuin oversteken naar het vierde kwadrant, hier rechts aan de onderkant, de schrijver van de call-optie. Dus de koper van de call, die betaalt die premie aan de schrijver van de call-optie. Die heeft die call-optie dus geschreven. Hij ontvangt natuurlijk dan de premie van die kopende partij. Maar niet alleen dat, op het moment dat hij die optie verkocht heeft, of dat hij die call-optie geschreven heeft, dan ontvangt hij niet alleen dus die premie, maar dan ontvangt hij ook bepaalde plichten, krijgt hij meteen aan zijn broek. En zo zie je dat het kopen en verkopen, het betalen en het ontvangen van premie, heeft met elkaar te maken, maar ook de verdeling van de rechten en de plichten, die hebben daarmee te maken. En daar wil ik je vandaag iets meer over gaan vertellen. Ik ga ten eerste instantie, dat zal je misschien verbazen, maar ik ga het in eerste instantie niet over de beurs hebben. Ik ga het in eerste instantie hebben over hoe een call-optie werkt, maar dan tussen, laat ik zeggen, tussen jou en mij, hoe dat uiteindelijk ook in de normale samenleving zou kunnen werken. Nou, een call-optie is in wezen niets meer of minder dan een afspraak tussen twee partijen. Stel nu eens voor dat je een huis hebt ter waarde van 300.000 euro en dat huis wil je te koop zetten. Nou, op het moment dat jij het huis te koop wil zetten, dan zoek je natuurlijk een verkoper. Even wachten, gaat even iets te snel. En jij gaat jij zet het huis te koop en jij gaat op zoek naar een bepaalde verkoper. Stel nu eens voor dat je een bepaalde koper gevonden hebt en die koper zegt, nou, beste meneer of mevrouw, ik heb best wel interesse in uw huis, maar daar spelen natuurlijk een aantal redenen of een bepaalde zaken waar hij geen invloed op heeft. Hij heeft natuurlijk geen enkel idee wat de toekomstige waardeontwikkeling zal zijn. Hij heeft geen idee of de waarde van de huizen gaan stijgen
of de waarde van huizen gaan dalen. Er zijn een aantal redenen, zijn er best valide om te zeggen, nou, het zou best wel eens kunnen zijn dat de huizenmarkt doorgaat zoals hij eigenlijk de afgelopen tijd is gegaan. En dat heeft dan bijvoorbeeld te maken met het woningentekort of de lage rente. En zo kun je nog wel een aantal redenen bedenken waarom de huizenprijzen zouden kunnen gaan stijgen. Maar het zou ook kunnen zijn dat de huizenprijzen gaan dalen. Nou, we hebben het te maken met een crisis, of die hebben we gehad, of die komt er, we zitten er middenin, of er gaat er nog eentje misschien komen. Dat kan te maken hebben met corona, of dat meneer Poetin in Litouwen van alles en nog wel wil gaan doen. Of dat de werkgelegenheid stijgt of daalt, of dat iemand zelf, hè, dat ja, veel mensen werkloos raken. Hè, dat zal ook zijn effect hebben op de waardeontwikkeling van de huizen. Nou, die potentiële koper die zegt, nou, alles overwegende, heb ik toch interesse in dit huis, maar ik heb pas over een aantal maanden de beschikking over het geld. Maar ik wil nu toch zaken doen. Nou, dan zou je dus een afspraak kunnen maken. Je maakt in wezen een afspraak tussen twee mensen, dus je gaat een call-optie met elkaar afspreken. Die koper die zegt tegen die verkoper, ik wil best uw huis kopen, maar dat wil ik pas doen. Ik ga hier even met mijn muis naartoe, even kijken. Maar dat wil ik pas doen op de 17e juni. Nou, toevallig, dat is een klein grapje van mij, is dat de derde vrijdag van juni 2022. Maar ik had hier natuurlijk elke specifieke datum neer kunnen zetten. Want hij zegt, ik heb pas over een aantal maanden mijn geld. Dus ik wil eigenlijk een afspraak met u maken dat ik het recht heb om tot en met de derde vrijdag van juni, dus tot en met 17 juni, dit huis te mogen kopen voor 300.000 euro. Nou, die verkopende partij die zal dan zeggen, nou, daar heb ik best wel interesse in, maar dan moet daar wel een bedrag tegenover staan om nu, nou, hè, we zitten nu zo'n beetje op februari, als ik nu een maand of vier mijn huis niet meer te koop aan mag bieden, ik moet het van funden afhalen, bij de makelaar wegtrekken, et cetera, dan heb ik daar helemaal geen trek in, want ja, ik wil mijn huis gaan verkopen. En ja, dat een afspraak, als daar geen geldelijke vergoeding tegenover staat, dan heb ik daar niet zoveel behoefte aan. Maar stel nou eens voor dat die kopende partij zegt, als we deze afspraak maken, dan betaal ik u nu 5.000 euro. Nou, dan zou het al best alweer een stukje interessanter kunnen zijn. Want die verkoper zegt, ik heb in wezen een afspraak gemaakt met een kopende partij. Die heeft het recht om mijn huis te mogen kopen tot en met die derde vrijdag van juni, dus tot en met 17 juni. En ik krijg nu alvast 5.000 euro gestort. Nou, dat zou best een goede deal kunnen zijn. En voor die kopende partij, die zegt ook van nou, wat er ook gebeurt, ik betaal nu 5.000 euro en ik heb de aankomende periode tot en met 17 juni heb ik het recht gekregen om het huis te mogen kopen. En die verkoper mag het huis natuurlijk dan niet aan iemand anders gaan verkopen, want hè, deze afspraak heb je met elkaar gemaakt. Deze call-optie is dus gesloten met elkaar. Nou, op het moment dat je deze afspraak gemaakt hebt, deze call-optie gesloten is, dan heb je in wezen twee mogelijke uitkomsten. Nou, de eerste uitkomst is een hele makkelijke. Stel nou eens voor dat die koper zegt, nou, ik heb inderdaad over een aantal maanden mijn geld gekregen en hij belt die meneer of mevrouw de verkoper op en hij zegt bijvoorbeeld ergens in eind mei of begin juni. En hij zegt, nou, ik heb tot en met 17 juni heb ik die afspraak staan. Ik heb 5.000 euro betaald, hè, dus de afspraak is bekrachtigd. En we gaan op 17 juni naar de notaris toe. En ik heb het recht om het huis te mogen kopen van u. Dus die koper moet het huis ook opleveren. Nou, het mooie van die verkoper is dat hij natuurlijk 5.000 euro extra heeft gekregen. Want hij krijgt dus nu 300.000 euro, de waarde van het huis. Maar daarbovenop heeft hij ook nog eens een keer 5.000 euro gekregen om deze call-optie met elkaar af te spreken met die kopende partij. Dus hij heeft in zijn totaliteit 305.000 euro ontvangen. Dat is dus een hartstikke mooie deal geweest. Maar ik zei al, er zijn twee mogelijke uitkomsten. Stel nu eens voor dat om wat voor reden dan ook, dat die kopende partij geen gebruik gaat maken van zijn recht. Dat kan zijn omdat hij bijvoorbeeld werkloos geraakt is, dat kan zijn omdat alle huizenprijzen toevallig 10% gaan dalen. Omdat hij zijn geld niet heeft gekregen. Hij krijgt de financiering niet rond. Of het geld wat hij zou krijgen, dat is dan toch niet losgekomen. Om wat voor reden dan ook, gaat die kopende partij niet binnen de afgesproken termijn gebruik maken van zijn recht. Nou, wat gebeurt er dan eigenlijk? Die verkoper die heeft natuurlijk die 5.000 euro destijds gehad.
En die hoefde hij natuurlijk niet terug te geven, hè, want dat was de basis van deze afspraak. Maar die afspraak die loopt dus tot en met de 17e juni, de derde vrijdag van juni. En na die dag is de verkoper vrij om te doen en te laten met het huis wat hij wil. Hij mag dus die 5000 euro behouden, die hoeft hij niet terug te geven. En die kopende partij is die 5000 euro, oftewel zijn optiepremie, is hij kwijt. Dus dit is de tweede mogelijke uitkomst met die afspraak die we gemaakt hebben, die call-optie die gesloten is tussen de kopende partij en de verkopende partij. Goed, ik hoop dat dit verhaal duidelijk is in de huizenmarkt en nu wil ik dat gaan vertalen naar de beurs. Stel nu voor dat je aandelen RD hebt. RD staat voor Royal Dutch, hè, dus voor Koninklijke Olie, maar ik had hier natuurlijk elk ander aandeel of index kunnen nemen, maar het gaat even om het idee, om het voorbeeld. Stel nu eens voor dat het aandeel Koninklijke Olie op 17 euro staat. En dat we een afspraak maken met elkaar, de call-optie, dan ga ik hier van links naar rechts lezen, de call-optie RD, dus Koninklijke Olie, december 2022, en we weten dus nu dat het dan is tot en met de derde vrijdag van die maand, hè, dus tot met tot en met de derde vrijdag van december, met een serie of een uitoefenprijs van 17, en stel nu eens voor dat de premie daarvoor 1 euro is, en dat jij die call-optie wil gaan kopen. Nou, we hebben op de beurs altijd te maken met honderdtallen. Dus op het moment dat er 1 euro staat en je wilt deze call kopen, dan betaal je daar 100 euro af. En wat krijg je dan voor? Hè? Denk even aan het diagrammetje wat ik had met de 4 zaken. Die call optie, degene die de call optie koopt, die krijgt het recht om 100 aandelen Koninklijke Olie te mogen kopen voor 17 euro. En ik had al gezegd, tot en met, de looptijd is december 2022, dus tot en met die derde vrijdag van december heeft hij het recht om 100 aandelen Koninklijke Olie te mogen kopen voor 17 euro. Dat is de koper van deze call-optie. Nou, ik had al gezegd, we kunnen een call-optie gaan kopen, maar we kunnen een call-optie ook gaan verkopen. Nou, de verkoper van deze call-optie, even hier met mijn maat, dus die 1 euro, oftewel die 100 euro, en die ontvangt die van die kopende partij. Koper van de call, die betaalt 100 euro aan de verkoper van de call, die ontvangt dus 100 euro. Koper van deze call-optie het recht krijgt om 100 aandelen te mogen kopen tot en met die derde vrijdag van december. Zo krijgt de verkoper van de call-optie meteen een verplichting aan zijn boek. Die is namelijk verplicht om 100 aandelen te moeten leveren, te moeten verkopen voor 17 euro, tot en met de optie-expiratiedatum, tot en met de derde vrijdag van december. En zo zitten de koper van de call en de verkoper van de call, zo zitten die aan elkaar vast. Nou, er wordt vaak gezegd dat het handelen in opties, dat het een zero-sum game is. Nou, hier geldt dat in wezen ook. Stel nu eens voor dat de koers van Koninklijke Olie, hè, die dus nu 17 euro is, dat de koers van Koninklijke Olie tot en met die derde vrijdag van december 2022 lager is dan 17. Nou, dat zou natuurlijk kunnen. Dan gaat deze call-optie in december zonder waarde aflopen. Want je hebt natuurlijk het recht gekregen om 100 aandelen Koninklijke Olie te mogen kopen voor 17 euro. Maar stel nu eens voor dat de koers van Koninklijke Olie 16, 15, 14, 13 of 12 of 10 euro is. Ja, dan heeft deze call-optie dus geen waarde meer. En dan loopt die zonder waarde af. Want het kan natuurlijk ook zo zijn dat de koers van Koninklijke Olie hoger is dan 17 euro. En dan heeft deze optie waarde gekregen. Want jij hebt dan het recht gekregen om 100 aandelen Koninklijke Olie te mogen kopen voor 17 euro. Nou, als de koers hoger is dan 17, dan zit er intrinsieke waarde in deze call-optie. Dan heeft die waarde gekregen. Nou, we gaan naar een rekenvoorbeeld toe. Stel nu eens voor dat op de derde vrijdag van december, dat is op 17 december 2022, dat de koers van Koninklijke Olie 20 euro is. Nou, we hebben deze call-optie gekocht met een serie van 17, daar hebben we 1 euro voor betaald, dus 100 euro voor betaald. En stel nu eens voor dat de koers van Koninklijke Olie op de derde vrijdag van december 20 euro is. Nou, wij hebben dus het recht gekregen om 100 aandelen Koninklijke Olie te mogen kopen voor 17 euro. En wat is dan het rendement geweest op die call-optie? Nou, we hebben er 100 euro voor betaald. En die call-optie is nu 3 euro waard, 300 euro waard. Namelijk het verschil tussen 20 en 17. Dus jouw 100 euro is 300 euro geworden. Dus je hebt een rendement gemaakt van
300%, je hebt je vermogen verdrievoudigd. Dus dit is eigenlijk om te laten zien dat die hefboomwerking rendement kunt maken, dat die bij opties haalbaar is. Want hoe was nou het verschil geweest als je nou bijvoorbeeld 100 aandelen Koninklijke Olie had gekocht? Nou, er zijn eigenlijk twee verschillen. Op de eerste plaats, we hebben maar een investering gedaan van €100. Maar stel nu eens voor dat we 100 aandelen Koninklijke Olie hadden moeten kopen voor €17. Dan waren we €1700 kwijt geweest. Nou, de koers hadden we gezegd dat die €20 waard is. Dus deze 100 aandelen Koninklijke Olie zijn nu €2000 waard. Nou, op het moment dat we het verschil zien tussen de huidige koers en de huidige waarde van €2000 minus de aanschafwaarde, de initiële investering van €1700, dan hebben we dus €300 winst in die, op de aandelen zitten. Maar die gaan we dan delen door de initiële investering. Hè? We hebben €1700 moeten inleggen om die 100 stuks te mogen kopen. Dus het rendementpercentage is hier 17,64%. Dus je ziet dat de aandelen natuurlijk het ook goed gedaan hebben. Want ja, we zijn van €17 naar €20 gegaan. We hebben hier bijna 18% rendement gemaakt. Maar je ziet dat hier met die call optie, dat we een veel hoger rendement gemaakt hebben. En daarvan zeg ik ook van, er zit een hefboomwerking met de werking van opties. Nou, is het dan alleen maar feest? Nee, nou, niet altijd met opties. Ik ben er wel heel erg enthousiast over. Maar het is natuurlijk niet altijd feest. Want stel nu eens voor, we hadden net het voorbeeld dat het aandeel Koninklijke Olie €20 waard was. Maar stel nu eens voor dat het aandeel lager noteert dan die €17. Dus we zijn in koers gedaald. En stel nu eens voor dat we bijvoorbeeld €14 noteren op die derde vrijdag in december 2022. Nou, wij hebben die call-optie gekocht voor €1, dus voor €100. En we hebben daarmee het recht gekregen om 100 aandelen Koninklijke Olie te mogen kopen voor €17. Maar ja, op de beurs zijn ze maar €14 waard. Oftewel, deze call-optie, die is niets meer waard. Die loopt zonder waarde af. En als je het heel vervelend wil zeggen, dan zeg je, hij loopt niet zonder waarde af, maar hij loopt waardeloos af. Het is inderdaad waardeloos geworden, zonder waarde. Maar dat betekent dat jouw investering, jouw inleg van €100, die is dus nul waard geworden. En dat betekent dat je volledig je inzet kwijt bent. Oftewel, je hebt een verlies gemaakt van 100%. En hoe zat het nou bij als je nou die aandelen gekocht zou hebben? Nou, we hadden al gezegd, de koers was €17 bij het aanschaf. We hebben 100 stuks gekocht. Dus je hebt €1700 ingelegd. En op dit moment zeggen we eventjes dat het de derde vrijdag van december is. Dat de koers €14 waard is. Dus op dit moment is de waarde in de portefeuille €1400. Nou, op het moment dat je dat op elkaar deelt, zeg je, nou, ik heb dus een verlies gemaakt van €300. Dus ik heb min 17, min 18% verlies gemaakt. Dus je ziet dat de rendementsmogelijkheden naar boven toe groter zijn, maar je ziet ook dat de rendementsmogelijkheden, maar ik zeg eigenlijk de risico's naar beneden toe, ook een stuk hoger zijn, want het is dus ook mogelijk om 100% van je inleg kwijt te raken, dat je dus je volledige inleg kwijt bent. Nou, wanneer ga je nu een call-optie kopen? Jij gaat een call-optie kopen op het moment dat je verwacht dat die onderliggende waarde, bijvoorbeeld het aandeel Koninklijke Olie, hard in koers gaat stijgen. Dat hadden we ook gezien net. Hè? We hadden op €17 was het aandeel nu. Op de derde vrijdag van december is het aandeel €20. En dan maak je een heel goed rendement. Dan maak je een mooi rendement. Dus op het moment dat jij verwacht dat die onderliggende waarde, dat ene specifieke aandeel op de index, hard in koers gaat stijgen, dan ga jij een call-optie kopen. Dan is het opportun om een call-optie te kopen. Nou, wanneer ga je nou een call-optie schrijven? Wanneer ga je nou een call-optie verkopen? Nou, dat doe je dus net tegenovergestelde. Op het moment dat je verwacht dat die onderliggende waarde, dus dat ene aandeel, niet al te hard in koers gaat stijgen, dan is het opportun om een call-optie te gaan verkopen, oftewel te gaan schrijven. Dus zo zit het. Oh, even eentje terug. Zo zit het in wezen in call-optieland. Je gaat een call-optie kopen op het moment dat je verwacht dat die onderliggende waarde waar het over hebt, dat daar een hele flinke koersstijging in gaat plaatsvinden. Eens even kijken. Ik ga even de vraag stellen in de chat of het verhaal met de call-opties duidelijk is. Zo niet, dan ga ik die vragen beantwoorden. Ondertussen neem ik ook even een slokje water. En als ik de vragen ten aanzien van de call-optie behandeld heb, dan ga ik daarna doorschakelen naar de put-optie.
Gerard zegt, wanneer is een optie offensief? Nou, dat is ja, bijvoorbeeld het kopen van een call-optie, zoals we nu gezien hebben. Dat is best offensief, hè? Want je gaat dan proberen om een paar 100% rendement te maken. En dat is toch wel een offensieve transactie. John zegt volgens mij, als je de aandelen in bezit hebt, nou dan, daar kom ik straks nog even op terug, dan zou je, op het moment dat je bijvoorbeeld 100 aandelen Koninklijke Olie in bezit hebt, je hebt ze voor 17 gekocht, dan zou je bijvoorbeeld een call 18 of een call 19 kunnen schrijven, kunnen verkopen. Want dan zeg je, nou, ik verwacht dat de aankomende tijd, dat de ene specifieke aandeel niet al te veel in koers gaat stijgen. Dus dan kun je een stukje extra rendement maken om op die call optie, op je aandelenbezit, dus te gaan schrijven. Ja, en Rien, als de koers zakt, nou, daar gaan we straks met de put-optie, ga ik daar nog even op in. Rien, dus dat komt daar goed, hè? Dus daar, dat is eigenlijk het leuke van de put-optie. Maar even ook terug, je zegt als de koers zakt, nou, op het moment dat je dat aandeel Koninklijke Olie voor 17 hebt gekocht en je verkoopt de call 18, je schrijft de call 18 en je krijgt daar bijvoorbeeld 1 euro voor, en de koers zakt van 17 naar 16, dan wordt die call-optie die jij verkocht hebt, die raakt natuurlijk zonder waarde loopt die af, waardeloos loopt die af. En als de koers dus van het aandeel gezakt is, dan heb jij nog wel een stukje geld verdiend met het verkopen van je call-optie. Dus ook op je aandelenbezit zou je, ook als de koers van het aandeel zakt, zou je nog een stukje winst kunnen maken met je call-optie. Je maakt natuurlijk verlies op je aandelenbezit, hè? Dat is logisch, want je zegt van de koers gaat zakken, nou dan is dat ook het geval. Maar dan zou je, omdat je een call-optie daarop verkocht hebt, maak je het verlies dus ietsje kleiner, omdat je winst maakt op die call-optie. Even kijken, Natasja zegt, kan er ook een optie worden uitgevoerd om te zien hoe dit gaat? Ja, dan heb je het eigenlijk over een assignment. Nou, dat gaat weer even, dat is nog een stapje verder. Want dan is het op een gegeven moment zo, op het moment dat jij die call 17 hebt en het aandeel staat op 20, dan kun je dus twee dingen doen. Je kunt die call optie terugkopen, je hebt hem dan voor 1 euro gekocht, je verkoopt hem voor 3 euro, dus van 100 euro ga je naar 300 euro toe. Maar je kunt ook een exercise laten uitvoeren, zeg nou weet je wat, ik wil die 100 aandelen Koninklijke Olie wel hebben voor 17 euro. Dus je krijgt die 100 aandelen dan geleverd. Dan moet je dus wel eventjes 1700 euro in je tegoed hebben. En dan krijg je 100 aandelen in jouw beleggingsportefeuille geleverd. Want dan ga jij die optie uitoefenen. Wat als de koers 17 euro is, zegt Gerard. Ja, nou dan heb je eigenlijk een break-even situatie. Jij hebt 1 euro, even kijken, wat had ik gezegd? De call 17, hè? Daar heb je 1 euro voor betaald. Maar dan is die call-optie niet meer waard. Want ja, je hebt het recht om 100 aandelen Koninklijke Olie te mogen kopen voor 17 euro. Maar als de koers 17 euro zelf is, ja, hè, dan is deze call-optie niet meer waard. Hè. Dan kun je die aandelen net zo goed op de beurs kopen voor 17. Alles wat erboven is, dan is het wel, hè, dan zit er wel intrinsieke waarde in. Alles wat eronder is, dan uiteindelijk niet. Even kijken, Roel zegt, wat betaal je als je een call geschreven hebt en de koers daalt hard? Wat betaal je als je een call geschreven hebt en de koers daalt hard? Nou, op het moment dat Koninklijke Olie dus hard gaat dalen, Roel, dan is dat uiteraard vervelend voor je aandelenbezit. Maar die call-optie die jij geschreven hebt, die jij verkocht hebt, die gaat dan ook in waarde dalen. Dus als je daar bijvoorbeeld 1 euro voor gehad hebt, dan is dat een soort compensatie voor het verlies op je aandelenbezit. Henk Smit zegt, het is mij duidelijk, ik probeer het nu uit met Uniwal. Nou, hartstikke leuk, Henk. Even nog misschien ook een kleine tip van mij. Wij zijn op het, op het Forum van Harm, zijn wij favoriet bij dat we Maxim als broker graag zien en promoten, omdat het een heel mooi handelsplatform heeft. Maar Maxim heeft ook de gelegenheid om een Papertrade-account te openen, oftewel een demo-account. Nou, er wordt dus met monopoliegeld kun je daar werken. Dus in plaats van dat je nu meteen het daadwerkelijk real-life uit gaat oefenen in je eigen beleggingsportefeuille, zou je bijvoorbeeld ook in dat Papertrade-account, in het monopoliegeld-account, dit eens gaan doen, eens even gaan opzetten, om te kijken hoe dat nou precies zijn werking heeft. De winsten die je daarmee realiseert, die zijn dus fictief. Maar de verliezen die je daarmee realiseert, zijn ook fictief.
Want het is dus inderdaad Monopoly geld. Het is een demo account, het is een paper trade account. Maar zo kun je jezelf een stukje opleiden hoe nou precies een en ander gaat. Henk zegt, het is mij duidelijk. Ik probeer het nu zelf aan. Ja, inderdaad, je hebt gehad. Even kijken. Wim zegt, bij opties op aandelen snap ik dat ik dan het recht heb om die aandelen te kopen. Maar wat koop ik precies als ik een optie op de AX-index heb? Ja, dat is een hele goede vraag, Wim. Bij opties op aandelen, dan krijg je natuurlijk uiteindelijk altijd die aandelen zelf geleverd. Of die aandelen moet je leveren. Dus dan gaat er daadwerkelijk een transactie aan plaatsvinden met aandelen. Bij de opties op de AX-index, zoals ik die zelf schrijf, dan is het altijd zo dat, dat er een cash settlement plaatsvindt, betekent dat eigenlijk. Dus stel voor dat de AX op 700 staat en jij hebt een call 680 gekocht, dan zit er 20 punten tussen. En die 20 punten, aangezien het natuurlijk geen aandeel AEX is, hè, wel een aandeel ASML en Code ING, et cetera, maar er is geen aandeel index, AEX-index, en dan gaat er een cash settlement plaatsvinden, en voor elk punt is het €100, dus als jij 20 punten goed zit, hè, je hebt een call 680 gekocht en de waarde is 700, dan zit er 20 punten tussen, en dan krijg je dus een cash settlement wordt er verzorgd. Dus op het moment dat je waarde hebt, dan krijg je dat bedrag betaald. Als je een negatieve waarde hebt, dan moet je natuurlijk geld betalen. Maxim vraagt ook een limietprijs. Welke is dat? Ligt dat niet al vast als men een optie kiest? Bijvoorbeeld de AX 810, zegt Erik. Nou, een limietprijs is eigenlijk weer net even iets anders. Op het moment dat jij een call of put optie wil kopen, maakt even niet uit welk type je optie je hebt. Op het moment dat jij een optie wil kopen, dan heb je te maken met een biedkoers en een laadkoers. Nou, de biedkoers, dat is de prijs die opgegeven wordt door de beste koper. En de laadkoers is de prijs die afgegeven wordt door de laagste verkoper, de beste verkoper. Dus op het moment dat jij iets gaat kopen, dan koop jij van de verkoper. En dat is dan de laadkoers. En op het moment dat jij, net andersom, op het moment dat jij wil gaan verkopen, dan verkoop je tegen de biedkoers. Om een limiet order in te geven, zou ik je trouwens eigenlijk altijd adviseren. Hè, dan zeg je eigenlijk van, ik wil voor dit bedrag maximaal iets kopen, of ik wil voor dat bedrag maximaal iets verkopen. Dus je legt dan eigenlijk vast wat de prijs is waartegen jij iets wil kopen of verkopen. Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk uitgelegd heb. Henk zegt verder met Unibail. Ik kan ruim €200 verdienen in december. Ik pak die €200, maar durf niet zo. Dus close by. Nee, eigenlijk even, ik snap hem niet helemaal. Henk, dan moet je hem nog eventjes direct erin zetten. Want een close by is eigenlijk het sluiten weer van een positie. En jij wil die call schrijven, zie ik hier. Even kijken. Bert zegt, vooralsnog bijvoorbeeld bij Max niet heel duidelijk welke stappen je dan op het platform moet doen voor een call optie en een put optie. De mogelijkheden op dit platform zijn uitgebreid. Nou, Bert, één keer per maand geef ik samen met Raoul Suurmeijer een uitleg over hoe het handelsplatform, het Trader Workstation van Maxim werkt. Dus eigenlijk hoe je een call optie gaat kopen, hoe je een call optie gaat verkopen, hoe je een put optie gaat kopen, hoe je een put optie gaat verkopen. Het is inderdaad een uitgebreid platform, maar je moet er eventjes handig doorheen lopen. En nogmaals, één keer per maand geef ik samen met Raoul een uitleg over dat platform, hoe je dat dus het beste kan doen. Henk zegt zo ook met Shell. Wanneer doe je tussentijds een close buy? Ik schrijf en verkoop steeds. Ik heb de aandelen. Nou, Henk, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. Op het moment dat jij een call of een put optie hebt verkocht, en op het moment dat je daar een goede winst op hebt, dan zou ik zeggen, nou, van winst nemen word je nooit armer. Dus je kunt dan inderdaad telkens een close buy gaan doen om je winst te pakken. Adrie zegt, is dit verhaal nog na te lezen, Menko? Nou, na te lezen niet, Adrie, maar dit webinar wordt wel opgenomen. En als je naar mijnpublieke.com gaat, naar de categorie agenda, waar je waarschijnlijk ook deze aankondiging gezien hebt,
Harm zal na afloop van dit webinar, ja, geef hem even nu zo'n anderhalf tweede tijd, maar die zal dan deze opname daarop plaatsen. En ja, hè, vanaf dat moment kun je dus deze opname nog een keertje terugzien. Roel zegt, hoe wordt de premie bepaald? Nou, die wordt bepaald door vraag en aanbod. En de marketmaker was vroeger, hè, dat ken je misschien nog wel van de films, was dat een open outcry. Dus mensen waren aan het roepen, ik wil voor dit iets kopen, dat iets verkopen. Maar tegenwoordig wordt dat door de computers bepaald en de marketmakers, die regelen eigenlijk vraag en aanbod. Erik zegt, oké, dus men moet niet de bid en of de ask overnemen. Nee, hè, daar moet je een limietprijs moet je dus inderdaad ingeven als je iets wil kopen en verkopen. En Natasja zegt, kan er een praktijkvoorbeeld worden uitgevoerd? Natasja, maar het is nu al bijna 12:15 en ik wou eigenlijk de put-opties ook nog gaan doen. Dus dat gaat in dit webinar even niet doen. Maar als je dus inderdaad één keer per maand in dat webinar aansluit, wat ik samen met Raoul geef, dan kunnen we dus daadwerkelijk, zeggen we, hoe je dan in de praktijk ook daadwerkelijk een call- en put-optie ingeeft. Wanneer is de datum van de uitleg van het webinar? De uitleg van Maxim? Eens even kijken als ik daar heel snel, of wel in mijn agenda. Doen we even een lol, Marja. Of stuur me straks even een mailtje, want je hebt een e-mailadres of een appje. Maar je kunt ook kijken bij mijnpubliek.com naar de categorie agenda. En daar zie je alle data voorbij komen met specifieke thema's. Maar ik zal het straks nog even opzoeken, want ik wil eigenlijk nog eventjes snel naar mijn put-opties toe. Dus daar komt. Ik kom er straks nog even op terug en vergeet ik het even, maar ja, zet het dan direct nog even in de chat. Dan gaat het goed komen. En Erik zegt, of de laat is niet de ask. MKT kiezen, is dat oké? Okay? Ja, maar, nou, nee Erik, in wezen niet, dat is niet oké. Okay. Een MKT order is een market order. En dat betekent eigenlijk, dan geef je eigenlijk aan, geef mij maar gewoon een prijs die op dat moment het meest voorhanden is, het meest makkelijk is. Maar als je een aantal koninklijke olie wil kopen of verkopen, die bied- en laadkoers, die is dan eigenlijk heel klein. De spread tussen die twee, het verschil tussen bied- en laadkoers is heel klein. Omdat er continu handel is. Maar als je in opties gaat handelen, dan is het, ja, hè, dan is het verschil tussen de bied- en laadkoers, oftewel de spread, is heel breed. Dus als je een market order inlegt en je wil, nou, hè, bijvoorbeeld tussen 1 euro en 1,50, dan maakt het nogal verschil uit of je 1 euro kunt krijgen of 1,30 euro, hè? Dus 100 euro of 130 euro. Dus ik zou zeker met opties niet aanraden om met market orders te werken. Even kijken, kan het ook via Saxo Bank en Bink, zegt Rien? Jazeker, hè? Dus alle orders kunnen via alle banken. En ook hè, onze systemen kun je ook volgen met en wel Saxo Bank, Bink Bank. Hè? Dus Bink Bank is eigenlijk overgenomen door Saxo Bank. En wel door het platform van Maxim te gebruiken. En Rinske zegt, is de opname van afgelopen maandagavond ook nog terug te zien? Ik zag de aankondiging van morgen pas. Maar dat gaat even over iets anders, Rinske. Dat gaat over mijn 100% rendements challenge. Hè. Ik heb een challenge bedacht om 100% rendement met opties te maken. Met een vermogen van 2000 euro kun je daarin meedoen. Die opname is ook nog te zien. Stuur me anders even een mailtje. Even kijken. Dan zet ik die er even in, want dit is de laatste vraag. Want ik wil nog eventjes naar mijn put-opties toe, want we hebben eigenlijk pas de helft gedaan. optiesbeleggen.nl. Zeg ik dat zo goed? Ja, de meeste mensen kennen dit e-mailadres al wel, die ook klanten van me zijn. Maar stuur me dan even een mailtje als je die opname nog even terug wil zien. Even kijken, ik ga mijn chat eventjes minimaliseren. En ik ga kijken of ik in, nou, grap een kwartiertje tijd naar mijn put-optie kan gaan. Want ik had al gezegd, we hebben in Optieland hebben we twee mogelijkheden. We hebben te maken met een call-optie en we hebben te maken met een put-optie. Nou, call-optie, daar hebben we het over gehad. Dus dat verhaal moet voor een heel stuk duidelijk zijn. Maar wat is nu eigenlijk een put-optie? Nou, een put-optie is in wezen ook weer gewoon een afspraak tussen twee mensen. Ik ga hier, ja, ik probeer hier ietsje sneller doorheen te gaan om richting 1 uur toch wel richting een einde te gaan. Maar ik wil het je wel proberen goed uit te leggen en je daarin mee te nemen.
Stel nu eens voor, je bent een huiseigenaar. Dat huis is waard 300.000 euro. En jij wil een verzekering tegen de brand gaan afsluiten. Nou, je gaat dan naar een brandverzekeraar toe. En die zegt, nou, beste meneer en vrouw, vind je allemaal prima. Ik wil je huis best wel tegen brand gaan verzekeren. Maar daar vraag ik natuurlijk wel een bepaalde vergoeding voor. Ik vraag daar aan kosten 1500 euro per jaar voor. Maar op het moment dat er dus brand is, dan kun je me meteen bellen en dan krijg je 300.000 euro uitgekeerd. Dat is dus een afspraak tussen jou en de brandverzekeraar. Je gaat je huis verzekeren tegen 300.000 euro, maar de premie is 1500 euro waard. Ik ga ondertussen even een klein slokje doen. Er zijn ook hier weer twee verschillende uitkomsten. Eén is natuurlijk, ja, dus ofwel brand of geen brand. Stel nu voor dat er wel brand is. Nou, op het moment dat jij die afspraak gemaakt hebt met die verzekeraar, dan zeg je, nou, beste meneer of mevrouw de verzekeraar, ik ga u even opbellen, want mijn huis staat in de brand. En wij hebben een afspraak gemaakt dat als er brand is, dan krijg ik 300.000 euro van u. Dus u gaat gebruik maken van uw recht, want er is daadwerkelijk brand uitgebroken. Dus u krijgt die 300.000 euro uitbetaald. Nou, je hebt natuurlijk wel die 1500 euro aan premie moeten betalen aan die verzekeringsmaatschappij. Dus per saldo heb je 298.500 euro, krijg jij dan per saldo uitgekeerd. Nou, die verkoper van de put-optie, oftewel de verzekeringsmaatschappij, die zegt, oh jee, is er brand uitgebroken? Wij hebben een afspraak gemaakt. Ik ben verplicht om 300.000 euro naar u over te maken. En ja, ik heb daar wel die premie natuurlijk voor ontvangen. Die 1500 euro. Dus per saldo maak ik een verlies van 298.500 euro. Maar ik had al gezegd, het kan ook zijn dat er natuurlijk geen brand uitgebroken is. Dan mag je geen gebruik maken van je recht. Je kunt ook geen gebruik maken van je recht, hè, want er is geen brand geweest. Ja, dan is het ook zo dat je die premie van 1500 euro, die ben je natuurlijk wel kwijt. Maar daarvoor in de plaats heb je wel een goede nachtrust gekregen. En je weet dus één ding zeker. Je bezit is goed verzekerd, want stel nou voor, in het geval dat er wel brand was geweest, dan had je die 300.000 euro ontvangen. Dus zo zie je eigenlijk dat je ook een afspraak, deze put-optie, dat je die in wezen ook ja, defensief kan inzetten. Want je hebt je huis wel verzekerd en je bent de premie weliswaar kwijt, maar er staat ook een aantal dingen tegenover. Namelijk dat je een stuk borging hebt gehad, hè, dat je een goede nachtrust hebt gehad, dat alles goed verzekerd is geweest. Nou, die verzekeringsmaatschappij is natuurlijk blij, want die heeft geen telefoontje van u gehad en u heeft dus ook geen 300.000 euro te geven. En dat betekent dat hij wel 1500 euro heeft ontvangen en dat is dus zijn winst, want hij heeft dat risico op zich genomen. Maar dat risico is niet voorgekomen, dus dan heeft hij wat dat betreft het goed gedaan. We gaan dan ook de uitstapje maken naar het aandeel Koninklijke Olie. Stel nu eens voor, we houden hetzelfde de koersverloop aan. Stel nu eens voor dat we zien staan de put RD Koninklijke Olie december 2022. En we weten nu inmiddels dat het altijd op de derde vrijdag van de maand is. Met een uitverkoopprijs, een serie van 17 en inderdaad ook weer die premie van 1 euro. Stel nu eens voor dat je die put-optie wil gaan kopen. Nou, wat gebeurt er dan eigenlijk? Op het moment dat jij die put-optie wil gaan kopen, dan heb je het recht om 100 aandelen Koninklijke Olie te mogen verkopen tegen een bedrag van 17 euro, tot en met die derde vrijdag van de maand, hè, tot en met de derde vrijdag van december 2022, tot en met die optie-expiratiedatum. Dat is de koper van het recht. En die verkoper van die put-optie, die heeft natuurlijk dan een verplichting om 100 aandelen te moeten kopen, te moeten afnemen voor 17 euro, tot en met die optie-expiratiedatum, die derde vrijdag van december 2022. Dus zo zit de koper en de verkoper van de put-optie ten aanzien van 100 aandelen Koninklijke Olie zit het in elkaar. Wat kan het resultaat zijn? Nou, stel nu eens voor dat het aandeel Koninklijke Olie in waarde gaat dalen. Nou, op het moment dat het aandeel Koninklijke Olie lager noteert dan 17, dan heeft deze put-optie, die heeft dan waarde gekregen. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat het aandeel gelijk staat aan 17 of hoger noteert dan 17 euro, dan heeft deze gekochte put-optie, gekorte put-optie, die loopt dan in december zonder waarde af. Want ja, hè, dan is het aandeel hoger genoteerd dan 17. Stel nu eens voor, even een rekenkundig voorbeeld,
dat op 17 december 2022, de derde vrijdag van december, dat het aandeel op 14 euro noteert. Nou, wij hebben deze put-optie gekocht, hè? Dus wij hebben het recht om 100 aandelen Koninklijke Olie te mogen verkopen voor dus tot en met de derde vrijdag van december voor een bedrag van 17 euro. Nou, als wij dat recht hebben om dat te doen en het aandeel staat op dit moment op de beurs voor 14 euro genoteerd, nou, dan maken we een winst. Want ja, wij hebben 100 euro ingelegd om deze put-optie te kunnen te verkopen. Even kijken, sorry, nee, ik zeg het even verkeerd. We hebben het recht om deze aandelen te mogen verkopen voor 17 euro. Dus dat betekent, op het moment dat het aandeel op 14 euro staat, dat deze put-optie 300 euro waard is. We hebben 100 euro ingelegd om deze put te mogen kopen. Die put-optie is nu 300 euro waard. Dus je hebt je geld verdrievoudigd. Je hebt een rendement maar van 300%. Hoe staat dat nu bij de aandelen? Nou, op het moment dat de aandelen kochten voor 17 euro, daar 100 stuks voor gekocht, dan hebben we 1700 euro ingelegd. De koers van het aandeel staat nu op 14 euro. Dus we maken een verlies van 300 euro. En dat, als we dat delen op de initiële investering van 1700 euro, maken we dus dat verlies van die 17% of 18%. Stel nu eens voor dat het aandeel hoger staat dan 17 euro, 18 euro, 19 euro. Stel nu eens voor dat het aandeel op 20 euro staat op die derde vrijdag van december 2022. Nou, wij hebben deze put-optie gekocht. We hebben dus het recht om 100 aandelen Koninklijke Olie te mogen verkopen voor 17 euro. Maar ja, op de beurs staan ze op 20 euro genoteerd. Dus deze put heeft dan geen waarde meer. Nou, en hier zie je dan ook het rendement van die put-optie. Die zit dan inderdaad op min 100%, want je bent je volledige inleg kwijt. Je hebt 100 euro geïnvesteerd, maar ja, die 100 euro is nu niets meer waard, nul waard geworden. Dus je hebt een verlies, een rendement van min 100%. En het rendement van de aandelen, ja, die was natuurlijk wel goed geweest, hè? Want we hebben ze gekocht voor 17 euro, dus we hebben 1700 euro geïnvesteerd. We zeggen nu dat het aandeel 20 euro waard is. Dus je hebt 300 euro winst op die 1700 euro. Dus je maakt 17-18% rendement op je aandelen. Stel nu eens voor, even kijken, dat we zeggen, dus we hadden het even over hoe kun je opties combineren met aandelen, dat op de eerste plaats, en hoe kun je op een gegeven moment ook opties defensief ingezetten. Want iedereen denkt, of heel veel mensen, zo moet ik eigenlijk zeggen, die denken dat opties een offensief beleggingsinstrumenten zijn, of een beleggingsinstrument is, maar ik vind ook dat te weinig wordt gekeken hoe jij opties ook defensief kan inzetten in je eigen beleggingsportefeuille. Nou, stel nu eens voor dat je 100 aandelen Koninklijke Olie in je portefeuille hebt voor 17 euro. En dat je zegt, weet je waar, ik koop er een put-optie bij met een looptijd van december 2022, oftewel de derde vrijdag van de maand, met een serie van 17 en daar ga ik 1 euro voor betalen. Ik betaal daar 100 euro voor. Nou, stel nu eens voor dat op die derde vrijdag van de maand, op de 17 december, dat de koers hoger is geworden dan 17, oftewel dat de koers nu 20 euro is geworden. Nou, die verzekering, die heeft je 100 euro gekost, hè? Want hier hebben we die 100 euro staan, die 1 euro keer 100 stuks. Dus je verzekering kost 100 euro, maar je hebt een waardestijging gerealiseerd van 300 euro. Te weten, nou, het aandeel staat genoteerd op 20 euro... Wij hebben het aandeel gekocht voor 17 euro, dus we hebben 300 euro in de plus. Dus dat betekent dat we per saldo 300 euro winst maken op ons aandeelbezit, maar we hebben een verzekering gekocht van 100 euro, dus per saldo hebben we een rendement gemaakt, een winst gemaakt van 200 euro. En hier zie je dus eigenlijk dat je put-opties, ja, die zie ik in wezen als een soort brandverzekering. Je bent natuurlijk hartstikke blij dat je huis niet afgebrand is, en dat je je brandverzekering netjes betaalt. Maar daar moet jij ook iets voor betalen. En hier geldt hetzelfde. Je hebt in wezen je aandelenbezit verzekerd, zoals je eigenlijk ook je huis verzekert tegen een brand. Nou, het aandeel heeft het goed gedaan, hè? We hebben 300 euro winst gemaakt als waardestijging. Maar we hebben wel deze verzekering erbij geplakt, hè? Dus die verzekering kost natuurlijk geld, hè? Dus
Per saldo heb je €200 winst gemaakt, waarbij je dus met verzekering deze combinatie opgenomen hebt. Dus zo zie je eigenlijk ook dat opties defensief ingezet kunnen worden in je beleggingsportefeuille. Nou, wanneer koop je nou een putoptie? Je koopt een putoptie op het moment dat jij verwacht dat de onderliggende waarde, dus bijvoorbeeld dat aandeel, hard in koers gaat dalen. Dan koop jij een putoptie. Nou, daartegenover gesteld is, wanneer ga jij nou een putoptie verkopen? Wanneer ga jij nou een putoptie schrijven? Nou, dat doe je op het moment dat je verwacht dat die onderliggende waarde, dus bijvoorbeeld dat aandeel, niet al te hard in koers gaat dalen. Dat zijn de momenten om een calloptie, een putoptie te gaan kopen of verkopen. Even een vraag aan jou. Ga je op basis van deze informatie nu opties inzetten in je portefeuille of nu ook opties inzetten in je portefeuille? Ofwel, heb je nu een stukje kennis en bagage gekregen waarvan je zegt, hey, ik moet er eigenlijk iets meer van weten. Want ook ik zie nu, ook naar de rendementen die ik je hier heb laten zien, dat het ook voor mij interessant zou kunnen zijn om opties in mijn beleggingsportefeuille op te nemen. Ik ga eventjes naar de chatfunctie toe. Even kijken, Jan zegt, koop je een call en put optie altijd van gelijke waarde? Nee hoor Jan, dat kan ook in verschillende waarden zijn. Als je naar mijn systeem gaat, dan zul je zien dat ik handel op de AX-index, maar altijd met een call en put optie met verschillende waarden juist. Dus dat doe ik, dat hoeft niet altijd met een gelijke waarde te zijn. Gerard zegt, mag je een put optie ook eerder uitoefenen dan op de expiratiedatum? Dus in het voorbeeld van Koninklijke Olie, bijvoorbeeld al in oktober. Ja, zeker Gerard, dat mag je zeker. De koper van een put-optie mag elk moment tot aan de optie-expiratiedatum tot uitoefening overgaat. En dat is eigenlijk precies ook het verschil wat ik toen straks vertelde van het verschil tussen opties op aandelen en op de index. Dat is exact de reden dat ik alleen maar op indexopties aan het werken ben, omdat je dan niet tussentijds geassigned kunt worden. Maar het klopt, een put-optie of een call-optie op aandelen, kun je, als je die gekocht hebt, kun je die op elk moment uitoefenen. Wim zegt, als ik een put heb gekocht en die expireert in de money, hoe wordt deze dan afgehandeld door Maxim als ik de aandelen niet in bezit heb? En als ik ze wel in bezit heb? Gebeurt dat automatisch? Als ik een put-optie heb gekocht en die expireert in de money. Oké, dus je hebt de put gekocht, hij is in de money. Ik weet niet precies hoe Maxim dat afhandelt. Nou, op de index weet ik natuurlijk wel zeker. Want dat is een cash settlement. Oftewel, hè, op het moment dat hij in de money is, dan krijg jij geld gestort. Maar bij Maxim, als het over een aandeel gaat, dan denk ik dat je moet aangeven of je dus van tevoren die positie, die put gaat sluiten, zodat je het geld krijgt. Of dat je naar een assignment toe wil werken. En dat je dus die aandelen wil gaan verkopen. Even kijken, Humphrey zegt waarschijnlijk. Nou, hartstikke leuk, want dan was eigenlijk de vraag van, vind je opties interessant om daar iets meer van te weten en dat ook in je beleggingsportefeuille in te gaan zetten? Hans zegt ja, leuk Hans, goed om te horen. Martin zegt opties heel erg interessant. Nou, dat is fijn om te horen. Rien zegt nog niet, maar wil wel wat meer bagage, duidelijkheid. Ik begin het wel te begrijpen. Nou, Rien, dat is hartstikke fijn om te horen. Je bent ook altijd welkom om elk webinar mee te maken en daar een stukje kennis in op te doen. Ik probeer mijn enthousiasme, wat ik over opties heb, in ieder geval ook naar jou over te brengen. Rip gezegd, ik ga het zeker weer doen. Heb destijds veel rendement gemaakt. Ik gebruikte toen alleen call-opties. Nou, dat is hartstikke fijn. Maar ja, vergeet ook even die put-optie niet, want ja, we hebben twee mogelijkheden om geld te verdienen. En het zou jammer zijn dat je maar aan één tak meedoet. Om een idee te geven, ja, ik verkoop call- en put-opties op de AX. Dus ik pak twee, aan twee kanten verdien ik geld. Dus dat is ook misschien even goed om mee te nemen, dat je de put-optie kant dan niet vergeet. Sido zegt, ik wil er eerst wat meer van weten. Hoe kan ik er zeker zijn van rendement? Ook al is het maar heel weinig. Nou ja, sorry, ik kan zeker weten van rendement. Dat ben je nooit. Want ja, er kan altijd van alles en nog wat gebeuren, Sido. Dus ja, we hebben het altijd te maken over kansenpercentage. Dus wat dat betreft dan, ja, we hebben een bepaalde kans om geld te verdienen. Want ja, daar is ook
heel het optiegebeuren op geënt. Dus ja, zeker weten, zeker zijn van rendement. Dan moet je eigenlijk gewoon het geld op de bankrekening laten staan. Maar dan weet je eigenlijk zeker dat je A, rente moet gaan betalen op een gegeven moment. En B, dat de inflatie jouw vermogen aan het wegknabbelen is. Wim zegt de komende week beginnen met Harry's Trioption programma. Ja, Wim, ik heb het inderdaad gezien dat je je daarvoor ingeschreven hebt. Ik zal er zo meteen nog even iets over zeggen. Natasja zegt, interessant, ik wil wel meer kennis opdoen. Nou, daar zijn heel veel mogelijkheden voor, Natasja. En Henk zegt, ja, call verkopen durf ik wel. Bij put moet je omgekeerd denken. Klopt inderdaad, Henk, helemaal goed. Met andere woorden, ik heb de aandelen dan, koop ik een put, dus moet ik dan leveren. Ik hoop wat aandelen hard dalen, bijvoorbeeld Philips van 36 naar 30. Nog moeilijk, is dat zo, wat ik denk. Ja, klopt inderdaad. He, zo verzeker je eigenlijk je aandelenbezit. He, je koopt een put en dan ga je ervan uit dat die onderliggende waarde, in jouw geval dus Philips, hard in koers gaat dalen. En Marja zegt, begrijp het iets beter, blijf leren en ga oefenen. Nou, hartstikke goed Marja, je bent ook van harte welkom bij ons. Jan zegt, ik begrijp het en ga er later weer gebruik van maken. Nou, tof om te horen, Jan. En Bert zegt, nog meer kennis opdoen, inclusief het Maximum-programma volgen. Nou, ja, hoe meer kennis, hoe beter, zeg ik eigenlijk altijd, Bert. Dus wat dat betreft is dat een hele goede zaak. En Christophe zegt, ik heb lang gewacht met optie te beginnen, maar sinds januari 2020 ben ik begonnen met het korte termijn systeem van Menko. En dankzij, nou, het wordt een heel verhaal, Christophe. En dankzij de goede begeleiding ben ik heel erg blij dat ik de stap naar opties gezet heb. Ik heb intussen al veel geleerd over opties en combinaties. En ook een mooie opbrengst verdiend. Zeker ook dankzij Menko's KT-systeem. Nou, super. Fijn deze review. Christophe, fijn te horen dat je tevreden bent over de rendementen die ik maak. En aangezien we aan de semi-autotreden zijn, gaat het even iets te ver in dit webinar. Maar je volgt dus inderdaad mijn transacties één op één. En dus maak je ook exact hetzelfde rendement als ik. En ik ben blij dat je er weer bent, Christophe. En blij ook dat je tevreden bent. En Jan zegt, ik heb me ook ingeschreven voor Harry Glip. Nou, dat hartstikke fijn. Even kijken. Ik zie dat dus een aantal mensen dat allemaal goed gedaan hebben. Ik zou nog even één ding laten zien. Even kijken of ik... even mijn scherm kan delen. En aangezien het allemaal steeds kleiner wordt. Als je wat meer wil weten over opties, hoe je die in kan zetten. En ook als je ziet dat Christophe blij was met de verschillende rendementen die gemaakt werden. Hier zie je de website van tradersvergelijken.nl. Nou, ook die website doet niets meer en minder dan traders vergelijken en hun rendementen die ze gemaakt hebben. Nou, Christophe had het even over dit systeem. Opsbergen KT. En dan zie je ook, even afgezien van een stukje uitleg, wat de rendementen zijn geweest. En natuurlijk dat er ook wel eens een keer verlies wordt gemaakt, hier in februari 2020. Maar je ziet dat ik de afgelopen 22 maanden winst heb gemaakt. Om met dit systeem mee te doen, heb je €10.000 nodig. En dan wordt jouw elke transactie die ik verricht, die wordt automatisch ook bij jou in de portefeuille uitgevoerd. Kijk daar eens naar of ga eens naar de website en ga je inschrijven op de nieuwsbrief. Zo word je ook op de hoogte gehouden. Want ik zag ook dat sommige mensen zich ingeschreven hadden bij het systeem van Harry. Even kijken. Harry Klip, ook een van de deelnemers, de leden van het expertteam van Harm. Deze trio-optie portefeuille. En ook die 100% optie challenge. Daar werd ook nog even iets over gevraagd. Ik moet nog even teruggaan. De laatst behandelde vragen zag ik niet in de chat. Even kijken wat je bedoelt, Joop. Ik weet even niet wat je bedoelt. Welke vragen het zijn. Want op het moment dat je die even dan stelt, dan zal ik die ook nog beantwoorden als je dat wil. Er werd nog wel even een vraag gesteld over de optie challenge, geloof ik. Even kijken. Ook daar is even kijken of die dan er nog staat. Eventjes naar. Ik kan hem eventjes zo snel niet vinden. Nou, stuur me even op het moment dat je daar interesse in hebt. Stuur het
dan eventjes even kijken. Waar ben ik gebleven? Want stuur me dan even een mailtje. Ik zal in de chat dat nog een keer. Hij staat hierboven nog ergens, geloof ik. Op het moment dat je hier eens meer over wil weten, ofwel over de verschillende systemen, ofwel het volgen van mijn transacties. Even kijken, ik moet het even goed schrijven. Opties beleggen. Dit is mijn e-mailadres, dan kun je dat kopiëren en dan, als je daar nog vragen over hebt, dan kun je dat in ieder geval eventjes in de chat geven. Joop zegt, was iets met een antwoord aan Roger of iets dergelijks. Ja, ik weet even niet wat je bedoelt, Joop, maar je hebt even mijn e-mailadres. Dan kun je even die vraag nog aan mij stellen. Wim zegt, sommige deelnemers sturen hun message privé in plaats van aan everyone. Oh, dat zou inderdaad best kunnen. Wim, dat inderdaad het geval is. En Joop zegt, ik kom de naam wel tegen in de opname en dan vraag ik het aan je. Oké, Joop, hartstikke goed. Hè, dan, je kunt me altijd een berichtje sturen. En de meeste mensen die mij kennen of ook wel mijn systeem volgen, bijvoorbeeld net als Christophe, die weten dat ik ook altijd vrij snel reageer. Dus dan moet dat helemaal goed komen. Nou, ik zie eventjes geen vragen meer komen. Ik zie dat het, nou wat is het, 1:08 is. Ik kom uit Brabant, dan noemen we een Brabants kwartiertje. Dus ik mag altijd net een klein beetje uitlopen in tegenstelling tot andere mensen. Nou, wat ik eigenlijk hoop, is dat je een heel stuk inspiratie opgedaan hebt. En dat je zegt, hey, misschien is dat beleggingsinstrument opties ook wel iets voor mij. Misschien is het ook nog net iets te vroeg. Nou, zorg er dan voor dat je een stukje kennis hebt. Of ja, ga naar traders vergelijken op het moment dat je iets verder bent. En zeg, nou, ik wil gewoon 1-op-1 een systeem volgen. En op het moment dat er een transactie gedaan wordt, dan krijg ik een sms'je, een druk op een knop. En ik hoef er verder niet naar om te kijken. En ik maak exact hetzelfde rendement als de trader die dat voor mij doet en waar je aangesloten bent. Dan maak je het jezelf ook een heel stuk makkelijker. En dan kun je op die manier natuurlijk ook leren hoe je met opties om moet gaan. Eens even kijken. Ik zie dat er nog heel veel mensen aanwezig zijn. Maar ik zie even op dit moment geen vragen meer komen. Nou, dan ga ik het zo doen dat ik jullie allemaal bedank voor jullie aanwezigheid. En voor jullie vragen. Ik zie de bedankjes binnenkomen. Jan zegt bedankt, tot ziens. Gerard zegt bedankt, Menko. Duidelijk uitleg. Tot de volgende keer. Een fijne dag verder. Nou, van hetzelfde gewend. Gerard. En Marja zegt dank voor je goede uitleg. Fijne dag iedereen. En Rien zegt het ook. Menko, dank. Graag tot de volgende keer. Hartstikke leuk dat je er ook bij was. En Arend zegt inderdaad, Menko, bedankt ook. Fijn weekend. Jij ook, Arend. En Christophe zegt het ook. En Natasja ook bedankt. En Jan zegt het ook. Dank, Menko. En Ruud zegt het ook. Ook leuk dat je allemaal weer was. Dank weer en tot ziens. Wim zegt het ook en Martin ook. En Claire zegt dat ook. Bedankt weer en fijn weekend. Nou, ik heb deze keer niet over dames gehad, Claire. Hè, dat dames twee dingen tegelijkertijd kunnen. Ik vond dat mijn Zoom-sessie nu redelijk snel toch te plaatsen was. Dus dat, ik ben ook aan het leren, maar dat komt elke keer beter. En Gerard zegt inderdaad bedankt, Mirko. Duidelijk uiter. Hartstikke fijn. Gerard ook bedankt voor het compliment. En Claire zegt inderdaad, ging top. Nou, het wordt elke keer beter, Claire. Hè? Dat zie je wel weer. Nou, dank jullie allemaal voor jullie aanwezigheid. En ik, ik ga jullie alvast een heel goed weekend toewensen. En vergeet niet, volgende week vrijdag is het optie-expiratiedag. De belangrijkste dag in de maand voor mei. En dan gaan we bekijken of we met Opsbergen KT de 22e of de 23e maand achter elkaar winst hebben gemaakt, ben ik even kwijt. Maar in ieder geval ook om een track record te laten zien dat we die beurs onder controle houden. Ook als die beurs naar beneden toe gaat van 8,27 naar een stukje lager. Rinske zegt nog fijn weekend allemaal. En Bert zegt het ook. Nou, dankjewel allemaal voor jullie komst. Graag tot de volgende keer. Tot ziens en goed weekend. Dag.